als je nu deze truc hebt gedaan met wat water, kan je natuurlijk ook zeggen, oh jongens, wat heb ik een enorme dorst. Dan schenk je dat water, schenk je zo in de beker. En met dat je wilt drinken, verandert het water in geld. Wat je nodig hebt voor deze truc is een stuk wc-papier of keukenpapier, dat mag ook. En daar maak je een prop van. Die prop die stop je in de mok. Dus het moet geen doorzichtig glas zijn, maar een mok, zodat mensen niet kunnen zien wat erin zit. Dan leg je daar bijvoorbeeld een aantal muntjes bovenop of een ijsklontje. Je kunt eigenlijk alles veranderen wat je wilt. Dat ligt er bovenop zo. Dat mogen mensen natuurlijk niet zien. En dan neem je een beetje water. Dat water dat giet je in de beker. En wat er nu gebeurt, dat keukenpapier of dat wc-papier, dat neemt dat water op. Dat zuigt het helemaal op. En als je dan heel even wacht en je schudt, dan hoor je ineens wat. Hou je nu de beker op de kop, dan valt het geld eruit. En heb je dus water veranderd in geld of in ijs of in wat je maar wilt. Veel kinderen vragen vaak aan mij van Jan, hoe ben je eigenlijk begonnen met goochelen? Nou, toen ik 8 werd, toen kreeg ik een goocheldoos. En dat vond ik zo leuk. Toen heb ik vervolgens alle goocheldozen die er waren bij elkaar gezocht en al die trucjes uit mijn hoofd geleerd. Maar ja, er waren natuurlijk maar een paar dozen. Dus toen ik die allemaal kende, wou ik nog veel meer leren. En toen ik dat had, toen had je nog geen internet. Dus toen ben ik naar de bibliotheek gegaan. Toen heb ik allerlei trucs geleend in de bibliotheek. Dit is bijvoorbeeld een boek met heel veel kaarttrucs. Daar heb ik heel veel uit geleerd. Dit is bijvoorbeeld een boek met allerlei gewone trucs. Daar heb ik ook heel veel dingetjes uit geleerd. En dit is al een hele oude. Ook erg leuk, maar dan moet je wel heel veel knutselen. En deze, ook al heel oud. Deze is ook heel leuk en hier staan ook een paar illusies in. Net zoals Hans Klok ze doet. En het mooie is, die kan je zelf bouwen. Ga maar op zoek, ga maar op internet kijken, maar vergeet vooral niet de bibliotheek. Als je nou toch bezig bent met drinken en met water en met een beker, dan kan je natuurlijk ook twee rietjes pakken. Twee verschillende kleuren, anders zien de mensen niet wat er gebeurt. En het eerste rietje, dat vouw je zo om de andere heen. Het andere rietje vouw je ook eromheen. En nu heb je twee rietjes die helemaal in elkaar gevouwen zitten. Maar jij bent natuurlijk een goochelaar, dus wat jij kunt is dit. Zouden ze kapot zijn? Nee, ze zijn nog helemaal heel. Wat doe je hiervoor? Twee gekleurde rietjes en je houdt ze als een plusje. Het eerste rietje buig je er omheen. Zo, van boven naar beneden. Het tweede rietje gaat de andere kant op. Zo. En als je ze nu uit elkaar trekt, zitten ze helemaal niet aan elkaar vast. Twee rietjes in een plusje. Het eerste rietje naar voren eromheen. Het andere rietje naar voren er ook omheen. Plus een halve slag extra. Nu dubbel en uit elkaar. Nog een truc met een muntje. Je kunt het muntje van 2 euro natuurlijk lenen. En vervolgens zeg je tegen de mensen waar je bent, is dit wel echt hard hout? Het klinkt niet echt hard. Weet je wat? Dat kan ik ook checken. Want als ik dat muntje tegen de tafel doe, dan voor je het weet, valt hij door de tafel. En dan is het zeker geen hard hout. Wat je doet. Je leent het muntje, je legt hem op je hand, zodat mensen hem kunnen zien. En op het moment dat je hem door de tafel wilt laten gaan, pak je het muntje uit je hand. Maar je doet net alsof. En je gaat meteen door naar de tafel.
De andere hand waar het muntje nog in zit, doe je meteen onder de tafel, zo kan niemand het zien. En met deze hand pak je onder de tafel dat muntje. En dan ga je zo net onder het tafelblad. En op het moment dat je hem er doorheen duwt, tik je met de munt tegen de onderkant. En is het dus net alsof het muntje dwars door de tafel gaat. Je hebt het muntje op je hand liggen. Mensen kunnen het zien. En je doet net alsof je het muntje pakt.